Goedemorgen en welkom bij Zaterdag Live, de talkshow van RTV Discus, aflevering nummer 50 van de eerste jaargang. En vandaag gaan we u brengen actuele en culturele weetjes met Annette Zwart, Expo Zorro Oscar in Galerie Nestruimte, 90 jaar Tour de Bataaf, Expo van Peter Kolen in Galerie 1212 en behoud Valkenboskerk. Dan gaan we in de agenda gluren van Ingrid Michon Derksen, het raadslid van de VVD. Het standtafelgesprek tot slot gaan we hebben over de zaken in de spelen tussen jongeren en politie in de Haagse Schilderswijk. We praten erover met Mohamed Kee, hij is ervaringsdeskundige. Boukje Prins die heeft het onderzoek gedaan. En Ingrid Michon Derksen, raadslid van de VVD, die zal namens de gemeenteraad reageren. En we zijn zeer blij, want het was spannend gisteravond. Annette Vogel hadden we geboekt als raadslid, artiest. Maar die is ziek, geveld door de griep. En op de 11e uren Dick Pels beschikbaar om ons te vermaken. Maar we gaan nu eerst naar de weetjes met Annette de Zwart. Annette, wat heb je gevonden? Yes, nou ik heb 4 leuke weetjes voor je. Wat zeg jij? Ja, 4 hele. vandaag vindt op het bouwterrein van de Rotterdamse baan een open dag plaats.